Matheo, al over de teleurstelling van afgelopen vrijdagavond heen? Ja, ja, we moesten tegelijk de knop omschakelen. Uh, vrijdag zat er alweer een nieuwe wedstrijd voor de boeg. Dus dat moeten gewoon drie punten worden. Heb je voor jezelf een verklaring waarom je na 15 minuten al met 2-0 achter staat? Ja, het zijn twee hele domme goals. Uh, dingen die we op de training hebben geoefend, uh, waarvan we wisten dat ze, dat ze ging gebeuren. Um, en als je die taken dan niet uitvoert, ja, dan sta je heel snel uh, 2-0 achter. En dan hebben we eigenlijk uh, ja, de wedstrijd verloren door onze eigen fouten. Wat is dan de boodschap die de trainer in de rust meegeeft? Ja, niet zoveel eigenlijk, omdat het tactisch wel prima stond. Uh, voetballend en aanvallend verdedigend stond het eigenlijk wel goed. Alleen uh, door twee, dingen, twee individuele dingen die we niet goed uitvoeren geven we de wedstrijd weg. Dus uh, we hebben tactisch of zo niet veel omgezet. Uh, gewoon gedaan wat we, wat we aan het doen waren. Ja. Alleen vanaf de eerste minuut in de tweede helft stond er wel een Vlaams duo achterin. Ja, dat is, dat is wel een lekker speel met Timothy. Uh, iemand die er uh, volop ingaat. Een uh, in Belg ook, dus uh, de communicatie gebeurt in het Vlaams. Dus dat is ook veel, uh, een beetje makkelijker. Uh, en we voelen elkaar goed aan, denk ik. Ja. Wat leer je nou specifiek van hem? Ja, het is nu de eerste wedstrijd dat ik met hem speel. Uh, dus het is nog een beetje afwachten wat hij mij allemaal kan bijbrengen. Maar hij heeft heel veel ervaring. En uh, je hoort gelijk tijdens de wedstrijd dat hij heel veel aan het coachen is. Dat zij uh, je gelijk goed zet. En dat ik, uh, ja, dat ik weet dat ik in vertrouwen ja een persoon achter mij heb die, uh, die kan vertrouwen. Dus, ja. En wat ook uh, wel aardig was voor hem dan specifiek, dat hij uh, nog scoort ook. Ja, het is ook al eerder gebleken denk ik dat hij uh, scorend vermogen heeft als verdediger. En uh, hij is iemand die er uh, volop in kletst dus uh, mooie goal van hem ook. en uh, Ja, belangrijk. Ik heb nog even nagekeken, jij hebt ook twee keer gescoord in één wedstrijd tegen Jong AZ. Wat dat betreft sta je alweer een tijdje droog. Ja, klopt. Ik heb nu ook uh, drie weken op rij uh, naast de goal gekoppeld, of net op de paal. Uh, dus het valt allemaal net niet goed uh, naar mijn kant. Maar deze vrijdag uh, ben ik gebrand op scoren. Dus uh, ik hoop dat dat gaat gebeuren. Wat ook opviel afgelopen vrijdag is, dus jullie blijven voetballen. Het is niet gelijk vanaf de eerste minuut alle ballen hoog in die 16 pompen. Jullie proberen toch voetballend de oplossing te zoeken. Ja, ik denk ook dat dat onze kracht is, dat wij de laatste maanden echt uh, elke tegenstander voetballend domineren. Um... Dus het is ook geen reden om een lange bal te gaan hanteren of gelijk te gaan panikeren en niet meer ons eigen spel te spelen. Ook als we 2-0 achter staan, want we zijn ook al van 2-0 naar 2-3 gekomen. Dus we moeten gewoon geloven in ons eigen kunnen en dat is voetballen. Was wellicht ook een extra teleurstelling, want je houdt natuurlijk op het bord wat in de stadion de tussenstanden publiceert in de gaten. Dan zie je dat de rode Emme 1-2 staat en dan kom je in de kleedkamer dan is het 3-2. Ja, dat is uh, nog een grote teleurstelling natuurlijk. Uh, maar zoals ik al aangegeven heb, uh, we moeten natuurlijk naar onze eigen blijven kijken en gewoon zelf onze wedstrijd winnen. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat de rest doet. Alleen had ik ook graag gewild dat Roda had verloren. Ja. Komende vrijdag thuis tegen MPV, nou goed, we weten alles van jouw verleden bij uh, MPV. Wat kan je, je herinneren van de eerste wedstrijd, behoudens dan dat we heel snel al 0-3 stond? Dat we de hele wedstrijd onder controle hadden, eigenlijk. Ja. Uh, yeah. Dat het toch niet eenvoudig is om in de Geuzel te gaan winnen met, uh, met 0-3 cijfers. Um, en dat ik heel, uh, heel gebrand was om daar te winnen. En ik denk dat het deze vrijdag ook weer gaat zijn. Wat kunnen we verwachten van de NPV komende vrijdag? Uh, toch een, uh, een iets lager blok, denk ik. Of uh, alleszins toch iets meer behoudend op ons, uh, op ons, in ons stadion. Omdat ze nu toch weer uh, drie goals binnenkregen van jong PSV. Dus ik denk dat dat een mentale tik heeft gegeven. Met name hoe die 3-3 valt en dan in de laatste seconde geloof ik, in de 94 e minuut. Ja, dat is extra zuur natuurlijk. Uh, dus ik denk dat ze een beetje afwachten gaan spelen, maar we zullen wel zien dat ze het gaan, gaan aanpakken. Analoog aan de laatste thuiswedstrijden, volle bak en dan heel snel weer een voorsprong pakken. Ik denk dat dat de doelstelling moet zijn. Ja, dat is altijd de doelstelling inderdaad. Vanaf minuut 1 de MVV bij de nek grijpen en gewoon een aanvallend spel laten zien inderdaad. Daree, even terug naar afgelopen vrijdagavond. Hoe kijk je terug op die wedstrijd? Teleurstellend, omdat we hebben verloren natuurlijk en uh, uh, wij hebben vernomen om daar. Uh, om daar ook goede resultaten te gaan halen, dat is, uh, dat is ons niet gelukt. Mede doordat we gewoon in het begin van de wedstrijd uh, ja, twee individuele fouten hebben gemaakt en uh, Willem II dat heeft afgestraft. Wat dat betreft, hou uh, je het zelf al aan, twee individuele fouten. Hoe frustrerend is dat dan voor jou en voor de betreffende persoon, Justin Che in dit geval? Ja, dit uh, bevestigt nogmaals dat spelers gewoon van uh, vlees en bloed zijn. Justin is ook een speler, uh, uh, en daar zijn we denk ik met z'n allen uh, mee eens. Die gewoon laatste drie westrijden, aantal wedstrijden daarvoor al uh, op het rijtje drie, vier wedstrijden, gewoon de beste man op het veld was. En als je van, uh, als je van iemand uh, niet verwacht om, uh, o, o, om individueel fout in te gaan, dat was in die periode Justin juist. Oké, okay, dan moet je gewoon rug rechten. Een periode daarvoor, 10 minuten hebben we de wedstrijd geweldig geopend. Eigenlijk meteen uh, duidelijk uh, laten weten uh, waarom we, uh, wat onze bedoeling in Tilburg was geweest. Op spel heel van tegenstanders uh, gespeeld. Maar ja, die twee doelpunten hebben juist spelers, het uh, team, uh, bijna in koud geslaan. Uh, waarvoor we 10, ja, 15 minuten nodig uh, hadden om weer, uh, om weer te kunnen resetten. Want in die periode had Willem II nog geen hele goede kans. Ja, inderdaad. Een kopbal die naast ging, maar ook nog een één-op-één een -een situatie met Nick Marsman. De cijfers geven dan aan dat jullie in de eerste helft 68% balbezit hadden. Wat dat betreft is het ook duidelijk. Jullie hebben veel balbezit, al in de eerste helft leidde dat niet echt tot 100% kansen. Nee, klopt. En uh, in, het, uh, in de tweede helft hebben we daarin ook uh, omzettingen gedaan. We hebben twee wissels uh, toegepast, wat uiteindelijk resulteerde naar, uh, naar 72% balbezit in de tweede helft. En, uh, en uh, alleen, uh, we spelen niet voor de bal, uh, voor de percentage voor de bal, we spelen gewoon voor de resultaten en voor doelpunten. En die twee, als je ziet wat die 72% balbezit bezit uh, heeft geleverd, dan vinden wij ook te weinig. En uh, uh, wij we hadden wel mogelijkheid om 2-2 om, om, om te gaan maken, laat even duidelijk zijn. Alleen, uh, we hadden veel meer kansen moeten creëren. En uh, tweede helft hebben we niks weggegeven. Uh, Timothy de Rijk heeft gewoon daar een hele belangrijke rol in gespeeld ook. Belangrijk is hij? Ja, je hebt kunnen zien in de tweede helft dat hij, gewoon, uh, dat hij wel uh, fit genoeg is. Dat hij wel scherp genoeg is. Dat hij, uh, hij absoluut de meerwaarde is. En uh, om eigenlijk uh, onbetwiste leider te zijn van, het, uh, van ADO. En uh, ja, dat is goed. En tweeënhalf uh, maanden hiervoor heeft hij niet gevoetbald. Dus de eerste drie kwartier heeft hij nu uh, gespeeld. En dat gaf hoeveel hem, zoveel ons... Hele goede hele gevoel. Wat ook opvallend is, wat eigenlijk niet opvallend is, jullie blijven altijd voetballen. Het is niet zo van dat je vanaf de eerste 46 minuten gelijk die bal in de 16 pompt en dan we kijken waar die uitkomt. Nee, maar. Uh, is ook bevestigd. ook van de kant van Willem II. en, uh, en van iedereen. Uh, dat niemand uh, zo dominant was geweest in Tilburg. Uh, tot. Uh, uh, tot en met de uh, wedstrijd met ons. Uh, niemand heeft uh, Willem II zo ver in de, hun eigen spelhelft uh, gekregen. Dus uh, uh, al die statistieken zijn gewoon natuurlijk een, uh, uh, zwaar, zwaar in onze voordeel. En heel indrukwekkend ook uh, een verbazend wekkend voor Willem II zelfs. Als je ziet de wedstrijd die we thuis hebben gespeeld, nog recent, een paar maanden geleden, en deze wedstrijd, ja, dan, dan kun je zelf ook uh, zien welke ontwikkeling daar in het team heeft gemaakt. En, uh, maar nogmaals, wij moeten gewoon wel met die hoge percentage. moeten we uh, meer, uh, 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 meer uh, effectiever zijn. moeten we meer uitdrukken in het 100% kansen. en uiteindelijk ook in doelpunten. Zo simpel is het. Vrijdag komt MPV op uh, bezoek. uit een uh, 0-3-overwinning destijds. Verwacht je nog veel verschil qua spilwijze van MPV. ten aanzien van de uit nu? In de thuiswedstrijd? Voor jullie? Ja, het is niet uh, zo niet heel. Uh, niet heel erg te vergelijken met het team daarvoor. Uh, toen hebben ze ook een Koen uh, Costons gehad in de spits, die voor hun uh, ja, enorm ja, eigenlijk belangrijkste speler is geweest. Dat proberen ze wel te vervangen door andere manier. En, uh, dus in die zin uh, is MWW uh, wat anders dan MWW uh, voor die tijd. En we moeten ook niet vergeten dat MWW in deze periode uh, heel goed bezig is. En uh, als ze ook. Uh, uh, de laatste wedstrijd de PSV had gewonnen, hadden ze op dezelfde hoogte gestaan in een periode met ons. Vond jij dat ze zich ingegraven Dat denk ik niet. Ik denk dat zij ook uh, uh, hoog gaan druk zetten. Uh, dat is hun uh, spel eenmaal. Hoeveel uit, zoveel thuis. Ze zullen proberen, ze zullen proberen uh, uh, onze opbouw te gaan verstoren, daar ben ik van overtuigd. Wat kan er nog beter bij dit ADO? Het allerbelangrijkste is dat we gewoon effectiviteit... Rondom de 16 meter van de tegenstander gewoon verbeteren. Dat is het alle, allerbelangrijkste. Alle vrijdag, zoals gezegd tegen mpv qua selectie. Wie kun je, over wie kun je niet beschikken? Nou, standaard tegen Daniel en tegen. En Daniel uh, Granley en uh, Deryl uh, Werker. En uh, natuurlijk onze Joël. Die. Uh... Nou, die zag ik afgelopen vrijdag in de kattekonde. in het uh, Koning Willem 2 Stadion rondlopen met twee krukken. Ja, dat is op. Wat dat betreft al geen goed teken? Nee, is geen goed teken, absoluut. En uh, dan kan ik wel even zeggen. Hij, uh, hij mag gewoon ook niet leunen op die been. totdat gewoon onderzoek volledig, uh, enkel, totdat die uh, uh, verzoek volledig uh, afgerond is. Ja, we wachten nog heel even dat die zwelling uh, uh, eraf gaat. en dan uh, slinkt, en uh, dan, dan kunnen we vol, uh, een mescherpe diagnose stellen. gewoon wat met hem is. Maar dat hij al even een even tijdje uit de relatie is, dat is, uh, dat is jammer genoeg uh, duidelijk. Een tijdje uit de relatie zouden dus ze drie, vier wedstrijden sowieso kunnen zijn. Ja. ja.